We staan hier voor een complex van voormalige arbeiderswoningen. Het is aan de oostzijde van het oude dorp omstreeks 1914 gebouwd, op initiatief van de Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting, Amsteland. Het complex bestaat uit 4 rijtjes van in totaal 25 woningen. Het complex is aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Op het eerste gezicht lijken de huisjes niet zo bijzonder. Maar dit is het eerste volkswoningbouwproject in Amstelveen, na de totstandkoming van de woningwet van 1901. De woningwet moest een einde maken aan de ongekende slechte woonomstandigheden in de grote steden in de 19e eeuw. Er werden regels opgesteld dat woningen tenminste aan 2 zijden ramen moesten hebben voor voldoende licht en lucht. En ook moest elk huis een wateraansluiting en een toilet hebben. Deze huisjes lijken nu klein, maar waren een hele verbetering met wat de standaard toen was. Woningen die aan al deze eisen voldeden, waren relatief duur om te bouwen. Gemeentes besloten daarom om projecten die voldeden aan de woningwet te subsidiëren. Er werden woningbouwverenigingen opgericht, zodat de gemeente controle kon houden op de verleende subsidies. Deze woningen zijn gebouwd door woningbouwvereniging Amsteland. Dat zie je nog aan het tegeltableau op de hoek van de Middeldorpstraat.